We zaten in een trainingskamp in Wassenaar en toen gebeurde er plotseling iets onverwachts. Het was in deze tijd, eind november, en wij moesten van de trainer altijd een strandwandeling maken en vanaf het strand terugrennen naar het hotel. En plotseling kwamen we de goedheilige man tegen, die zomaar uit de duinen op ons afkwam. Ik denk, nou ja, dat wordt een geschenkje. Maar het bleek achteraf dat hij met ons mee wilde lopen naar het hotel toe. En dat deed hij wel aardig en dat deed hij wel pittig. Voor zo'n oude baas. Heb je enig idee wie dat was? Nee, maar volgens mij was het een leuke, ludieke actie van een Ajax-supporter. En ja, dat was voor de spelers was het natuurlijk ook leuk, omdat je rond de Sinterklaastijd in een trainingskamp zit en daar dan niet zoveel voor meemaakte. Maar was het niemand van de spelers of van de technische staf? Nee, die waren allemaal bij ons, dus dat kon het niet zijn geweest. Het was een mysterieuze gast, dat in ieder geval wel. En ja, ik ben er nooit achter gekomen wie dat eigenlijk was en ooit is geweest. Hij had hele dunne benen. Ja, dunne benen, dat wil niks zeggen natuurlijk. Hij is niet, in ieder geval niet uit Spanje komen lopen. Wat krijgen we nou, zeg? Dag, Haan. Dag. Dat ik nog dag een Sinterklaas. Mag komen, dat ja. Nou, dat jaar. Is fantastisch. Dat is fantastisch. Hoe gaat het met ons? Ja, met mij gaat het goed. En hoe is het met uw teamgenoten? Met teamgenoten, daar gaat het van ook vroeger? Van vroeger. Daar gaat het ook fantastisch mee. Gerrie Muren. Ja, inderdaad. Oh, ja. Ja. En die hebben u vandaag in de steek gelaten. Dat klopt. Ik sta hier nu alleen in de duinen. Ja. En dat zal ik eens eventjes in het grote boek maar eens even bekijken. Dat is goed, Sinterklaas. Als je dat wil doen, ja, dat is goed. Hein, het beste. Ik loop even een stukje verder. Oké. Dag, Sinterklaas. Ja. Nou, is dit nou toch allemaal? Maar liep hij de hele tijd voorop? Die Sinterklaas die liep met ons mee. Nou, als je nou weet dat hij al 459 jaar oud is, die Sinterklaas, dan was dat toch wel, was dat wel pittig. En zoals je ziet liep ik met Hulshof, Arie Haan en Gerrie Muren. Nou, dat waren toch wel lopers hoor. Die konden er wat van. Heeft hij lang meegelopen, Sinterklaas? Nou, ik geloof dat hij mee heeft gelopen tot de parkeerplaats van het hotel. Waar waren de andere spelers eigenlijk? Nou, de andere spelers, ik denk dat wij met z'n drieën, even kijken, met z'n vieren, wat voorlagen op de andere spelers. Ja, zeker weten. Ja, en vandaar dat wij ook verenigd zijn met die Sinterklaas op de foto. Ik denk dat wij wat voorop liepen. Want een jongen als Gerrie Muren, die was met hardlopen en vooral in de duinen was hij niet te verslaan. Nou, Sinterklaas, komt er nog wat van? Godsamme. Ga mij niet staf maar. Sinterklaas bij de training, kortom een perfecte voorbereiding. Ja, inderdaad. Perfecte voorbereiding, Sinterklaas erbij en... Ja, en een 3-0 overwinning. Supporters blij en Ajax door naar de volgende ronde. Fantastisch. We hadden uit al gewonnen met 3-1, dus er zat niet zoveel druk op de ketel en de spanning was een beetje af en we zijn toch wel geconcentreerd, uitermate geconcentreerd, want we wilden winnen, naar die wedstrijd toegeleefd. Maar die Sinterklaasactie die was fantastisch, dat we die er even tussendoor kregen. Maar het is tot de dag van vandaag niet bekend wie dat was. Tot vandaag is het nog niet bekend wie het was. Nee, dat klopt. Wie kent hem niet? Sinterklaas is een echte Ajaxiet. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas is een echte Ajaxiet. Is dat een nieuw liedje, Sinterklaas? Ah, dat is prachtig.